Yo mensen, welkom terug bij een nieuwe video. Welkom terug. Bij Dragon Ball Xenoverse 2. Die bitch houdt maar niet te back, maar we gaan ook gelijk doen. Zoals je wilt dat je fucking kut back dicht doet. Boeit me echt in de fuck. Hou je back dicht alsjeblieft. Hou je fucking back. Nou, oké, ze gaat het gewoon niet doen. Hier is ook iemand waarmee ik kon trainen, toch? Ja, dat was Gohan. Ik wil even zo'n bitch vechten. Kom met jou trainen, nou, fuck jou, want ik ga eerst met die Ganto. Ganto, fuck a boy. Wat zit je daar? Oké, come on. Oké, we vechten hem gewoon. Het is vandaag vrijdag 2 augustus 2019, bijna 19:30 s'avonds. En we gaan gewoon lekker beginnen. Het is einde van de week en morgen ga ik naar de Efteling, mensen. Morgen is het toch ver. En ik heb heel erg veel zin in. Ik kan ook dingen op mijn scherm, want ik heb geen idee wat het is. Oké, hij is gewoon te weak. Bro. En je bent neer. Wauw, je bent fucking weak. Er zitten ook dingen op mijn scherm waarmee ik, waaraan ik me heel erg kan ergeren. Ik weet niet wat de fuck dat is, maar het is iets. Het zijn zwarte puntjes of zo. Dat is echt heel erg irritant. Oké, ik moet even volgend level worden, want ik wil echt vriezen en koelen even neerhalen. Alleen dat is... Die battle is fucking moeilijk. Waar ben ik met Fullmetal Alchemist Brotherhood? Vragen jullie hier allemaal nu af. Bij episodes 50, ja. En de anime 64, dus ik ben bijna klaar, mensen. Waarschijnlijk al maandag, als ik weer terug ga naar werken, dan... Ik kom niet uit mijn woorden. Dan heb ik hem waarschijnlijk al bijna af. Of gewoon af. Hello, I'm Gohan. Ik weet niet welke anime ik daarna ga kijken, maar dat moet ik dan wel zien. Misschien kijk ik dan gewoon een Freddy vs. Jason. Hoe ging mijn werk today? Gewoon kut, weer saai, zoals altijd, weet je. Maar morgen ga ik naar de Efteling en daar ben ik heel erg hyped over. Het is al heel lang geleden sinds ik bij de Efteling ben geweest. Wacht, wat hebben we geleerd? Oh. Oké. Oh, rustig, rustig. Oh, bitch, ga niet... Do your best, what? Bro, doe je fucking nokken, man. Ik heb jou bijna neer, you fucking bitch. Oh ja, ik moet een super attack doen. Oké, dat moet ik hier gewoon stallen, oké. Oké, wauw. Onze stamina is al vol open. En we hebben hem. Oké. Oh, je dodged hem gewoon bij dat je viel. Wauw. Oké, je kan wel weer je back houden. Hou je back dicht. Nee, Mr. Piccolo dacht gewoon wat een klote kind. Ik wil van dit kind af. Ja, ik weet het ook niet. Ik weet het niet. We moeten even levelen. We moeten even levelen. Levelen zodat we... Oké, ik ga het hier nou weer proberen. Zal ik het weer proberen? Ik moet echt mijn basic attacks moet echt omhoog gewoon. Ik ga dat ook echt... Ja, mijn key. Oh, mijn key. Ja, mijn stamina bedoel ik. Want key heb je geen in de fuck aan. Alleen, mijn stamina moet ook wel omhoog. Echt, holy shit, man. Echt waar. Ik moet even boost attributes, ja. Boost attributes. Onze stamina moet zeker omhoog. Basic attacks... Erg omhoog. Max health. Erg omhoog. Ja, strike. Yep. We hebben het even iets geïmproved. Nu gaan we het gewoon weer proberen, weet je. Fuck off. YOLO. Ook hebben we heel veel time reflectors, mensen. We gaan het één keer proberen. Als het niet lukt, dan ga ik misschien het knippen en dan gewoon je huilen. Wacht, waar de fuck moet ik ooit heen? Waarom zit ik hier vast? Oh, wauw. Gewoon daarin leen. Dus ik ga denk ik even cutten nadat ik hem ben. Yo mensen, daar zijn we weer. We zijn terug bij Cooler. The battle. Begint. Hij wil met ons vechten. Brother.
Holy shit, Goku, je gaat wel ver hoor. Oh my god, yes! Ik weet niet hoe dat komt, maar we moeten gewoon dan echt veel damage doen. Net anders zijn we bij de final scene. We hebben geen damage verloren. Oké, nu wordt het echt knallen. Daar gaan ze. Oké, nou laat maar. Fuck off! Ja, ik word holy shit, ja, ik word de hele tijd gedubbelteamd! Fuck! Fuck, hoezo deed het zo weinig damage? Holy bitch, Tita! Shit, ja. Ja, ik ga nu al niet. Hoe doe je dit? Oh my god, dit kan ik niet geloven. Ja, ik ga neer. Fuck off! Ik heb fucking weinig geld. Kom hier! Fuck off! Oké, daar ben ik. Fuck off, we doen gewoon. Holy shit, we hebben hem! Nee, 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 nee! Oké, oké. Fuck off! Fuck! Oké, cooler hebben we bijna, cooler hebben we bijna. Ja, we hebben hem! Oké, nu Frieza, nu alleen Frieza nog. Heb ik geen dingen? Heb ik geen fucking dingen? Combo list. Ah, wacht, we hebben geen in de fuck. Fuck off. Ja, oké, ik wil gewoon dat je back out. Ik wil moet ze verslaan. Oh, je met L1 blokje, oké. Nog één attack en dan ben ik neer, hè. Fuck off. Oké, jawa, ja. Oké, fuck off. Oké, ja, 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 we hebben bijna. Oké, fuck off. Ja, oké, fuck hem. Lekker Goku. Nee. Save me. Oké, pak hem. We hebben hem! Oh my god, yes, we hebben hem verslagen, mensen. Eindelijk. Doei, bitches. We hebben hem. We hadden hem echt net. Ik weet niet hoe we het deden, maar... Oh, moeten we nu alleen... Oh, laat maar. Oh my god, yes. Wat? We hebben ze eindelijk, boys. We zijn er verder. Eindelijk. We hebben hem eindelijk. Oh, god. King Kai used the Dragon Balls. Oh yeah. Okay, fucking Ape Super Saiyan. I really don't know much about you, but you really helped me out. Yeah, you're welcome. Let me be the one to finish. Yeah, alsjeblieft doe dat. Fuck off, good Frieza. Pak hem. Okay. Thank you. Bedankt. Ik ga nu loot zoeken. En een normale flow of time. Oh my god, bedankt. We hebben hem, boys. Dat ging goed. Well.
You've got some good moves. Oh, je fucking back tegen je, bitch. Holy shit, we zijn eindelijk klaar. Yes, nu kunnen we zoveel meer dingen doen. Oké, wat de fuck is dit? Oh, nu gaan we hier weer verder. Ook die human, die is echt helemaal niet zo sterk, die. Dat was blijkbaar de sterkste human ooit of zo, maar blijkbaar is hij echt gewoon weak. Couldn't seal the deal. En hij gaat gelijk weg. Hoe de fuck zijn jullie nu ineens zo fucking snel? Like, wat? Dat staat echt nergens op. Oh, wauw. Wat de fuck ben jij nou weer aan het doen? Oké. Hoe hebben we dat ook niet door? Ik dacht dat ze allemaal energy konden sensen, maar... Oké, dat gaan we even negeren. Verder is ja, werk. Misschien word ik overgeplaatst, maar ik weet niet zeker. Want ik sta dus op een hele kleine afdeling. Alleen... Excellent work! Oké, bedankt. You did well, bedankt. Right. Ja. We were tied up. Bro, Trunks, jij zou veel sterker dan hun moeten allebei zijn. Hoe zit dit Trunks dit eigenlijk niet? Hij kan letterlijk gewoon... Nu, Koele kan niet met één klap neerhalen. Wacht even, want hij is toch Trunks van de super, of niet? Zelfs als hij van Zeus kan niet met superpower, oké. Ja. What the fuck, bro, jij kan ook niks. Hoezo ga je trouwens niet Super Saiyan? Wat? Waarom gaat Trunks überhaupt Super Saiyan in deze game? Ik hoop het wel voor hem, want als hij dat niet doet, dan is dat fucking lame en dom. Like, wat? 50 keer sterker. Wow, lap maar. YOLO, ook heb ik het gewoon gemasterd. Al bijna. Niet gemasterd, maar oké, YOLO. Bedankt. Ja, we kunnen eindelijk vliegen. Oh my god, yes. En we kunnen... Oh my god, dit is zo verfijnerd. Bedankt, we gaan naar al die events hier, oh. Ik weet niet wat de fuck hier is, maar er is echt dikke... Instructive events hier, oh. De map is zo huge. Kun je echt niet sneller vliegen, oh. Dit stuk hebben we nu vrijgespeeld. Of wil je tegen me vechten? Daar heb ik geen zin in, eigenlijk. Oh, je patrollen? Achter. Er is toch iemand die moet vechten? Waar is die? Oh, Captain Ginyu. Oh, huh? Oh, hij komt ineens naar hem toe vliegen. Tokyo, stop. Hope you're ready. Oké, we gaan ineens tegen Dodoria. Nu ineens moeten we tegen Freezer's Force weer. Wauw, Dodoria. What the fuck, ouwe. Je weet dat ik net tegen Max Power Freeze heb gevochten en heb gewonnen. Kijk hoe ik sta, fucking badass. Bitch. Oh shit. Bro, fuck. Fuck you. Oh wow, dan breek ik mijn dingen. Oh, what the fuck? Hoe is dat ben je zo sterk? Je hoort niet zo sterk zijn door in mijn oké. Fuck! Fuck you. Wil je weer een Kamehameha? Oh. Het zegt banning, maar eigenlijk bent hij helemaal niet. Hoppa, we hebben hem. Oké. Ja, oké, we weten dat je... Fuck ik. Fuck you. Je bent wel redelijk sterk, though, maar... get the fuck out of here. Dodoria, je bent niks. Je bent niks waard. Ik heb dropmans ook, dus dat is fucking chill. Maar mijn werk dus. Ik zit dus bij een kleine afdeling. De scanner die voor me ging, dat meisje, die was haar laatste werkdag vannacht, dus die is weg. Er komen 2 nieuwe scanners als goed, of sowieso 1. Aankomende maandag. Maar ik weet niet of ik bij die afdeling sta, want mijn teamleider zei dus van ja, ik zie je niet staan. Maar op mijn Randstad app staat er nog wel gewoon dat ik bij dezelfde afdeling kreeg. En ik kreeg geen roosterwijziging of zo. Dus ik vind het heel vaag. Oh shit, ik wacht. Oké. Waar gaan we heen?
We gaan even Captain Ginyu in elkaar rammen. En dan gaan we verder. Oké, kom. Captain. Chaka. I don't fucking care that. Dit is maar 3, oké. Wat leren we? Fighting pose. Ach, verdomme, wat een klote. Echt, van deze moves heb je ook echt geen enig tita, mensen. Het is allemaal zo ruk. Het is zo rukjes, rukjes. Maar ik weet dus niet of ik maandag nog op dezelfde afdeling sta. Ik ga het wel zien dan. Als ik klaar ben met de Efteling. Dat is iets van. Waarom moeten we ook. Waarom moeten we ook in een zo'n. Wow, we hebben er geen ene fuck aan, I feel. Oké. Wow, oh wow. Now prove your joy by doing a little dance. Nee. Fuck jou. Nou, wat is, ik weet het ook niet, sorry ouwe. What is this guy? Ik wil echt een andere trainer. Fuck jou, Piccolo. Je bent echt waardeloos eigenlijk. Ik heb geen idee wat ik aan die personal trainers heb, maar volgens mij. Volgens mij heb je er ook geen in het titan. Het is gewoon leuk voor de commentaar. In ieder geval, Efteling heb ik dus heel veel zin in. En ik weet dus niet of ik aankomende maandag nog op de afdeling sta. Maar dat ga ik dan wel zien. Ja, alsof ik dat wil doen. Captain Ginyu, kom hier. Ik wil met je praten. Nu gaan we naar Celzaga in. Daar heb ik wel zin in. Tremie. Oh god, nu moeten we tegen de Ginyu Force. Ginyu Force behalve Ginyu. Eigenlijk moet Ginyu al echt veel sterk zijn. Want deze guys gewoon samen waarschijnlijk. Maar oké. Dan ga ik niks missen. Hij is zo sterk dan Gildo kan in één hit. En de rest is ongeveer even sterk als elkaar. Maar hij is gewoon echt meer dan twee keer sterk. Oh, we gaan gewoon met Ginyu vechten. Are you for real? Oké. Wacht, kunnen we met Ginyu Force A iets doen? Oké, nou die hebben we. Oké. Maar pas, hé, wat kan ik daar überhaupt mee? Echt geen ene fuck. Wow, fuck jou. Ja, je bent al neer, bro. Worm? Dat kan je juist niet ook neer. Shit, well, ik deed de Ginyu Force. Wat is dit? Dat is dit. Holy shit, dat deed veel damage. Wil je vechten, bro? Shit, ik doe de hele tijd die fucking. Fuck jou. Ja, bedankt. En we moeten even lokken. En dan gaan we veel. Veel sneller en dan. Oké, kom op. We hebben er echt geen flikker aan. Oh my god. Die moves zijn echt fucking aged, man. Fuck off. Echt. Fucking end off, man. Ja, oké, bro. Go stretch out on your own, everyone. Hey, lekker bezig, boys. Lekker gedaan. Ja, incredible, bedankt. Ik weet dat ik goed ben. In ieder geval, ja, dat was eigenlijk het enige waar ik over wil praten in deze video. Ik dacht dat ik meer had, maar blijkbaar niet. Maar in ieder geval, ik heb nog 2 weken. Ook een vriend van mij, die is naar zijn eerste werkdag al gelijk ontslagen. Dat was gisteren. Hij ging werken, hij moest orden pikken, dus boeken gewoon pikken en dan in een groene kar doen. Vond hij niet leuk. Hij zei van ja, ik kom later dan de eindtijd altijd. En toen ging hij ook nog klagen dat hij afdelingen wou wisselen. En nu is hij ontslagen. Dus ja, dat is fucked up. Lekker bezig, Randstad. Gewoon, ja, je hebt heel veel opties als je wil wisselen. Gewoon vragen. Vraag het. Oké, ontslag. Doei. Dat is fucking rip. Dat is gewoon een beetje rip. Stop nou lesson 2, we zijn nog bij de derde, maar oké. Okay. Oh wacht, hebben we iets aan? Oh, maar we krijgen een attack waar we iets aan hebben, oh my god. Oké, bro. Oh shit. Ja, oké, bro. Holy shit, oké, bro.
Okay, nice. Oh, well, we missed him. Opa, easy. I think I'll give you a gold star for today. Oh, nee, dat meen je niet. Oh my god, what the fuck. Dit meen je niet. Absolutely incredible. Ja, bedankt. Bedankt, Piku. Piku. Oh, wacht, gewoon Piccolo. En mijn fans? Ik moet een beetje verknippen in deze video, heb ik het gevoel. Oké. Okay. Oh, kunnen we nog wat doen? Laatste. Dit is de laatste battle. Dat is ook de lastigste. Gaan we nog steeds tegen Ginyu alleen of? Oeh, dit is de body change. Low health? Hoe low? How low are we talking? Oké, laat maar, mijn fans gaan nog steeds een beetje house on house. Echt fucking cup PlayStation 4. Echt waar, dat nieuwtje van de PlayStation 5, ik weet niet. Misschien ga ik PlayStation 5 kopen, maar als die voor 800 euro ga ik het echt niet kopen. Dan blijf ik gewoon op mijn PlayStation. Now I'll instruct you using my full power. How do you feel? Honored, right? Use everything I taught you up until now. You have the tools to succeed. Be sure to top it all off by using my tactics. Dat heb ik niet echt nodig, maar oké. Oh wacht, ik moet het doen, hè, body change. Oké, kom op, pak hem. En we hebben hem. Wauw, we zijn echt creepy uit. Holy shit, deze flight is possible. Hé, hey, rustig jij. Ik wil niet tegen mezelf vechten. Oké. Okay. Dit gezicht. Hoezo was het eigenlijk zo moeilijk? Je moest gewoon letterlijk linken en ding en dan gewoon body change en dan kon je hem echt easy aan. Wat de... Ja, bedankt. Incredible, bedankt. Wat een kut attack. Niemand gaat dat ooit gebruiken. Ginyu, sorry om je gevoelens te pijn te doen, maar niemand gaat die kut attack gebruiken. Ik ga ook voor de Alchemist Brotherhood ga ik vanavond verder kijken waarschijnlijk. En dan ga ik wel vroeg slapen, omdat ik morgen dus ook redelijk vroeg op moet. En dan gewoon de hele dag in de Efteling ben. Fucking veel zin in, maar ja, dan moet ik wel iets vroeg slapen. Ook al dat ik een hele week werk achter mijn rug heb. Oh ja, nu kan ik niks meer met je doen. Wauw, je bent echt redelijk useless. Ik vind het zo chill dat ik nu eindelijk kan vliegen. Er zijn zoveel possibilities. Mogelijk nu. Ik kan gewoon naar shit heen vliegen. Dit is echt zo chill. Maar in ieder geval mensen, we gaan het hier eindigen. We hebben Frieza en Cooler eindelijk verslagen. Het heeft even geduurd. Maar we zijn sterk genoeg. Ik weet niet hoe we deden. We hadden echt low health. En toen is, ging ik echt fucking goed spelen. Naar. Ik button smashte vooral. Maar ik probeerde een beetje een tactiek. Gewoon heel veel X-spam en dan gewoon Z-finish heel veel gebruiken. Zie step finish, want dat gebruikt geen stamina. Maar in ieder geval mensen, bedankt voor het kijken van deze video. Als je hem leuk vond, laat dan een blauw duimpje omhoog achter. Comment er maar gat uit. En ja, dan heb ik niet heel veel meer aan deze video toe te voegen. We hebben het eindelijk gedaan. Morgen waarschijnlijk geen video, want dan ben ik de hele dag in de Efteling. En ja, dat is dat. Bedankt voor het kijken mensen. Later.